Hemelvaartsochtend in Eichstätt. Kijk, nu is het lekker rustig. Nu heb je overzicht, geen regen. Terwijl de eerste regendruppels vallen op Hemelvaart, maken wij de laatste beelden van de Don van Eichstätt. Mooie kerk trouwens. Gotisch aan de buitenkant, stukje barok aan de achterkant en veel neogotiek aan de binnenkant. Dit is de residentie. Alleen de hoofdingang is aan deze kant van de residentsplaats. Het lijkt heel erg op elkaar, maar deze is net wat uitbundiger nog. Wilma tussen twee Berlijnse muren in Eichstätt. Oftewel, kennelijk mag het uitzicht niet afgeleid worden. Wiens mächtige stad aan der Altmühl. Mag es vertigt. Eichstätt is een stad met flair. Dat is geregisseerde graffiti, dit. Ja. Toch gevonden, de slottuinen. Barokke hoofdkarten, grotendeels door Gabrieli ontworpen, in elk geval de paviljoens. Later omgebouwd deels door Pedetti. En de baroktuin is voor een groot deel omgezet in een Engelse tuin, maar volgens mij zit er nog een barokdeel bij. Op Hemelvaartsdag in droeve regenuitrusting, want het regent. De drupjes vallen in de Altmühl. Vanwege de regen zijn we weer onderlangs. Trouwens niet alleen vanwege de regen, ook omdat die gewoon mooier is, de route. Langs de Altmühltal Radweg op weg naar Punz, waar een oude middeleeuwse brug over de Altmühl zou moeten liggen. Nog steeds een natte hemelvaart, maar we naderen Punz. Op naar het Römerkastel. Hoog op de berg. Reconstructie van een oud castellum bij Punz. Niet geheel historisch verantwoord, zegt men, maar vast wel leuk. Blik op het gereconstrueerde Römerkastel, Castellum Romanum. We staan dus op de versterkte muren, gereconstrueerde muren van het Castellum. Met achter ons het wachthokje, voorzien van echt glas en daardoor lekker spiegelend. Je ziet niet de wachtpost, maar je ziet mij. En nu zie je iets meer van het ventje. Filmen op onze hemelvaartspicknickplek. Oh, maar de vieze schoenen. Wat vies weer is. Het is een hele fraaie rotsformatie. Met een leuk kasteeltje erachter.
het een fraai geheel is, staat buiten kijf. Na het Romerkastel, Römerkastel, gaan wij nu het kerkje van Pfunz bekijken. En ja, in hoeverre die toren nou echt gotisch is, betwijfel ik. Maar hij is wel bijzonder. Kuslassen. Leider. Dat is waar, Pfunz. En we gaan nu de laatste meters naar de oude brug. De middeleeuwse brug over de Altmühl. Je zou bijna zeggen dat hij het nodige water te verwerken heeft gehad. Hoewel hier ook allerlei bronnen en dergelijke zijn. Dus kijk, 1432. Oh ja, in de oorlog met Napoleon is die kapot gegaan. Maar hij is originaal getrooi weder overgebouwd. We zijn bij de Almoosmühle. Zou ooit een watermolen geweest moeten zijn. Ach, hier hebben we. Oh ja, maar hier is een bron. Volgens mij is hier een bron. En A, loopt het niet lekker. En B, warmer dan 10 graden schijnt het nooit te worden. Het water. Het lijkt me wat prikkelend voor de teentjes en de voetzooltjes. Ik denk dat het water waar wij hier doorheen niet wat hard was. Dat zal ook die temperatuur gehad hebben, ja. Het beton verstevigd. Kijk, en dan met haken erin om het vast te zetten. Ja. Dat het anders te gauw zou gaan glijden. Maar dat hebben ze verderop niet. Dan zijn ze authentieker. Dus ja, ik zie het ook aan de dakvorm en dergelijke. Dit is de achterkant van het Schlossgut Insching. Maar helaas is volgens mij alleen de begaande grond als vakantiehuis en niet die prachtige erker. We gaan dadelijk kijken, Wilma, of het klopt, mijn theorie. In desolate staat het Schlossje van Gabrieli en Engel. Vakantiehuis, maar... beetje onderhoud. Dat ziet er mooi uit. Rammel jij eens aan de deuren. Ah, kijk. Eerst een goede teken. Een lief kerkje. In het hotel. Wilma Never aan het werk.